Som 9. Als je alle symmetrieassen getekend hebt in de bloem, dan moet het er als volgt uitkomen te zien. Nou, je ziet dat zijn heel veel symmetrieassen. Als je de figuur uit zou knippen en over een van deze lijnen zou vouwen, dan zul je zien dat de ene helft van de figuur precies op de andere helft van de figuur zou passen. Dit zijn dus allemaal symmetrieassen, oftewel vouwlijnen. Opgave 10. Als je de som goed hebt opgelost, dan zien de antwoorden er, als het goed is, als volgt uit. Je ziet de eerste figuur, de zeester, heeft 5 symmetrieassen. De tweede figuur daarnaast, het blaadje, heeft 1 symmetrieas en datzelfde geldt voor de bloem daarnaast. En aan de onderkant zien we de roos, die heeft 2 symmetrieassen. De figuur daarnaast 1 symmetrieas en de tijgerkop of de pumakop ook 1 symmetrieas. Controleer in je werkboek of je dit ook zo hebt staan.